Welkom bij Leyama en Heat Transfer ABC. Dit is de thema HTRI-cursus en het gaat over warmtewisselaars. In deze cursus proberen we de praktijk te verweven met de theorie en een groot aantal warmtewisselaars komen aan bod. Zoals u ziet beginnen we met een agenda en ik heb al genoemd dat een aantal heat exchange typen aan bod komen en daarnaast gaan we dus per warmtewisselaar type ook de applicaties, de procesapplicaties bekijken. Als we dat gezien hebben, dan gaan we verder met de selectiecriteria voor iedere warmtewisselaar afzonderlijk en op het einde van de cursus zal ik u demonstreren hoe de software tool voor heat exchanger selectie werkt. Om een beetje inzicht te krijgen in de markt, hoe de warmtewisselaars in de praktijk zijn verdeeld over diverse raffinaderijen en chemische plants, zijn er studies geweest waarbij een groot aantal bedrijven zijn betrokken. Er is een momentopname in 1990 gemaakt en er is ook een momentopname in 2008 gemaakt. En zoals u kan zien, ziet u dat het type shell and tube, de buisromp warmtewisselaar, heeft natuurlijk een grote portie aandeel in het totaal. Ongeveer 50% en u ziet ook dat de compact exchange zoals een plate and frame, die staat in het jaar 1990 ongeveer op 20%. Als we dus zo'n 20 jaar verder zijn, dan ziet u dat het percentage van de shell and tubes iets is gedaald. En dat is natuurlijk ten goede gekomen aan en warmtewisselaars meer in de compacte sfeer. We praten over best veel geld. Als we de projectie zien qua omzet in deze industrie, dan ligt het ongeveer op $21 biljoen in 2018. We praten over shell and tubes in dit geval. Dan hebben we te maken met ongeveer 2000 fabrikanten wereldwijd die dit product maken. En zo zijn er natuurlijk ook een groot aantal partijen bezig met compacte warmtewisselaars in alle handen. We gaan even door de type warmtewisselaars wat we uiteindelijk allemaal gaan bespreken. We beginnen met de buisromp, ook wel shell and tube heat exchanger genoemd. Als we dat onderwerp gehad hebben wat veel modules zal beslaan, dan komen we uiteindelijk terecht bij de air-cooled heat exchanger, oftewel de luchtkoelers. Dat wordt ook in een aantal modules wordt dat neergezet en dan komen we vanzelf bij de double pipe warmtewisselaar of multitube. Vervolgens gaan we verder met de plate and frame, toch een heel populair item wat steeds meer wordt toegepast. Een verwant type is de spiral plate heat exchanger. En ja, dan is het woordje plate wordt vervangen in coil, maar dan praten we gelijk weer over een heel ander type warmtewisselaar, de zogenaamde spiral coil heat exchanger. Wordt ook wel genoemd spiral wound heat exchanger. Dan gaan we verder met de printed circuit heat exchanger. En een soort verwantschap hebben we dan ook gelijk met de brazed aluminium heat exchangers. Wordt veel gebruikt in cryogene applicaties. Ja, mocht er geen verwarmend medium beschikbaar zijn, of dan zoals stoom of hete olie, dan kan je natuurlijk altijd gebruik maken van de zogenaamde electrical heater. Dan worden in feite de buizen die worden omgezet in een soort verwarmingselement. En dan steek je gewoon de stekker in het stopcontact, om het maar plastisch te zeggen. En dan produceer je op deze manier warmte en dan kan op deze manier een koud item
een koude gas of vloeistof kan op deze manier verhit worden. Dan gaan we verder met de fire tube heat exchangers en open rack vaporizers. Open rack vaporizers is een populair product in de LNG vaporization. Goed, we zijn nu met de Shell & Tube. Daar gaan we nu mee beginnen. En de Shell & Tube heeft een hele lange historie. En dat gaat ver terug. In begin 1900 zijn in feite de eerste Shell & Tube warmtewisselaars ontworpen, gebouwd. En die zijn natuurlijk in productie gegaan. Maar een hele tijd is daar zeg maar een soort oerwoud gecreëerd van allerlei ontwerpen voor het maken van Shell & Tube heat exchangers. En dat heeft geleid tot het ontwikkelen van een soort standaard. En de standaard heet op dit moment THEMA. En THEMA staat voor Tubular Exchanger Manufacturer Association. Die hebben een boek gemaakt, het boek THEMA, en dat geldt als de Bijbel voor Shell & Tube heat exchangers. Wat daar allemaal in te vinden is, daar komen we straks op terug. Dat is in het begin van de Tweede Wereldoorlog, zijn dus een aantal partijen bij elkaar gekomen, met name fabrikanten. En die hebben dat ontwikkeld om wat meer orde te scheppen in deze oerwoud situatie. Ja, dan bleef natuurlijk het feit aanwezig, hoe gaan we warmtewisselaars ontwerpen? En daar moet je natuurlijk voor berekeningen maken. Die berekeningen die worden heden ten dagen gemaakt met geavanceerde software, zoals bijvoorbeeld HTRI, staat voor Heat Transfer Research Incorporation. En deze maatschappij die heeft zijn zetel in Amerika. En die heeft sinds 1962 zijn ze bezig met het ontwikkelen van research. En navenant wordt daar software van gemaakt. Wat nu wordt gebruikt om warmtewisselaars te dimensioneren. Maar een belangrijk aspect is, hoe simuleer je de mantelkant van een buis rond warmtewisselaar? Dat is best complex. En daar was in begin jaren 50, daar was de meneer Tinker, die heeft daar een model voor opgezet. Het zogenaamde Tinker-model. En dat model wordt heden ten dagen nog steeds gebruikt om de mantelzijdige kant uit te rekenen, zowel voor heat transfer ook voor drukval, pressure drop. Ja, hoe ziet een wisselaar in principe eruit? Nou, we hebben hier een voorbeeld van een warmtewisselaar op het scherm. Dit is het zogenaamde type split ring floating head. En dat wordt aangeduid middels dat u hier ziet een S. En dat staat voor split ring. De benaming in THEMA die maakt daar een codering van, een drieletterige codering. Dat heet dan een AES. De A staat voor wat we hier aan de voorkant zien. Dat is een flat cover constructie. En dan krijgen we het middengedeelte. Dat is de zogenaamde E-type. Dan praten we over één nozzle in, één nozzle uit. En de split ring, dat is de constructie wat we hier zien. Dat is de achterkant van de wisselaar. Dat is zogenaamde floating head. Die maakt het mogelijk dat dus de bundel in principe kan uitzetten naar van een temperatuurwisseling optreden. Dat moet opgevangen worden. Als je namelijk de pijpen zou inklemmen tussen twee pijpenplaten in, dan zou dat eventueel problemen kunnen opleveren in verband met uitzetting. Met dit type heb je er helemaal geen last van. Want dit type kan gewoon vrij uitzetten naar de achterkant. Vandaar de split ring floating head. De split ring, dit is de split ring. Dat is een deelring, want die wordt er dan al in feite zo om geklemd.
En dan kan de volgende flens die kan dan daarop gemonteerd worden. En dan heb je in feite de buiszijdige vloeistof heb je dan gevangen. Buiszijdige vloeistof, in dit geval aangeduid met een blauw pijl. Dat volgt zijn weg door de buisjes. Dit kan bijvoorbeeld koelwater zijn. Koelwater die wordt vervolgens geleid door de andere helft van de buizen en verlaat de wisselaar aan de channelkant, aan de tubulure aan de bovenkant. Met name voor koelwater is dit heel belangrijk dat je deze geometrie vasthoudt. Want koelwater bevat soms nog wel eens wat lucht, dus er wordt wat valse luchtintake genomen. En als je het op deze manier doet dat de water van de onderkant komt, dan zal, als er eventueel nog wat luchtinsluisels zijn, dan worden deze luchtbellen altijd meegenomen en kunnen op deze manier altijd het systeem verlaten. Als je van de andere kant dit zou doen, dan zou die lucht zich kunnen accumuleren onder deze pars partition plate. Een pars partition plate is noodzakelijk om het aantal tube passes te kunnen maken. En het aantal tube passes is natuurlijk weer een onderdeel van het thermisch ontwerp. Daar komen we straks ook wel op terug. Aan de buitenkant zien we het hete medium. Nou, dat kan bijvoorbeeld een heet gas zijn of een olie. Wat gekoeld moet worden. En die stroomt dan aan de buitenkant van de buizen. Ja, dan heb je op deze manier een soort zigzagpatroon door de wisselaar heen. En die wordt veroorzaakt omdat wij daar keerschotten in hebben. Keerschotten zijn nodig om de warmtewisselaar beter te laten functioneren op het gebied van warmteoverdracht. Ik kan zich voorstellen, als ik daar wat meer keerschotten in zet, dan de snelheid omhoog gaat en daarmee gaat de warmteoverdracht naar vernant omhoog. Maar drukval en warmteoverdracht gaan altijd hand in hand, dus des te meer keerschotten ik plaats, des te hoger zal de drukval ook worden. En daar zal een evenwicht situatie in zijn. En ja, dat wordt natuurlijk aan de hand berekend middels het tankermodel. Dus het zigzagpatroon van de vloeistof is hier duidelijk te zien. En de keerschotten hebben een andere functie en dat is om buisvibratie tegen te gaan. Ik kan zich voorstellen, als ik maar heel weinig baffles of keerschotten gebruik, dan heb je natuurlijk een zogenaamde unsupported spanlengte. En dat is in dit geval, dit wordt de langste unsupported spanlengte. Dat is zeg maar wat wij noemen de inlaat baffle spacing. En we hebben hier de central baffle spacing. En dan hebben we de unsupported spanlengte. Is in feite een inlet baffle spacing plus een central baffle spacing. En dat zijn kritische componenten in de buisrondwarmtewisselaar die onderzocht moeten worden op tubevibratie. Dus de positie van deze keerschotten is dus heel belangrijk. Een ander aspect wat we zien is dat die split ring floating head, zoals we dat aan de achterkant zien, dat hij ervoor zorgt dat deze mechanische constructie, dat de bundel een bepaalde ruimte zal krijgen. Een ruimte waarbij dus geen buizen zitten. De splittering floating head, zeker wanneer dit op een hele hoge druk opereert aan de tubekant, aan de buiskant, dan bouwt het gedeelte aan de achterkant bouwt behoorlijk uit. Dit worden enorme grote flenzen. En dan kan u zich dat voorstellen dat de ruimte tussen de mantel ID en de buitenste cirkel die wij kunnen trekken om de buitenste buizen heen, dit noemen wij de OTL, de Outer Tube Limit, die ruimte wordt steeds groter. En omdat wij te maken hebben met het baffelsysteem,
krijgen we dus een bepaalde lekkagestroom om de bundel heen. En daar gaan we dus nu even naar kijken. Ja, want dit is waar meneer Tinker dus in de jaren 50 dit allemaal in kaart heeft gebracht. Laten we beginnen met een situatie met de zogenaamde A-stroom. En de A-stroom wordt veroorzaakt omdat wij gaten boren in de keerschotten. De gaten in de keerschotten die zijn altijd ietsje ruimer geboord dan de buitenkant van de buis, de tube OD. Dus we krijgen daar een hele geringe speling. En dat plaatje dat ziet u hier. Hier ziet u in feite wat er gebeurt, dat de druk aan de ene kant van de keerschot is hoger dan de druk aan de achterkant van zo'n plaat. En we krijgen dus een situatie dat moleculen, een kleine fractie, die verkiest om, om de weg van de minste weerstand te nemen. En die schiet in feite tussen de baffle en de tube door. En dat is de zogenaamde tube-to-baffle-hole leakage stream. Dat brengt ons bij een B-stroom. De B-stroom is in feite de meest actieve stroom die wij willen hebben in een warmtewisselaar. En omdat wij deze wisselaar in een bepaalde positie hebben, hier ziet u de positie van een baffle-afsnijding en de vloeistof die beweegt zich dus op en neer in deze situatie. We krijgen dus dat de moleculen, de vloeistofmoleculen, die bewegen zich door deze bundel heen. Die komen dus in aanraking met een koude buis. We hadden koelwater in de buis en de warme olie die komt dus in contact met een koude buis. En daar vindt in feite dus de warmteoverdracht plaats. Warmteoverdracht vindt plaats op een microscopisch dunne grenslaag. En het is natuurlijk de bedoeling om die grenslaag natuurlijk zo dun mogelijk te krijgen. Des te dunner de grenslaag, des te beter de warmteoverdracht. En dat heeft veel te maken met het Reynolds-getal. En in het Reynolds-getal zit de component snelheid. Dus als wij de snelheid kunnen opvoeren, zowel aan de binnenkant van de buis als de buitenkant van de buis, en met name zeker aan de grenslagen van beide kanten, dan ben je dus bezig om deze warmtewisselaars dus te optimaliseren en dan krijg je dus de beste warmteoverdracht. Dus die B-stroom is razend belangrijk en dat proberen we dus tijdens het ontwerp ook goed in de gaten te houden. Dat de B-component altijd een voldoende aanwezig is, zodat de warmteoverdracht daar zo hoog mogelijk wordt. Dat brengt ons bij de C-stroom. Dat noem ik de bundle-to-shell bypass clearance. Nou, u ziet hier nu wat ik net uit heb gelegd met de floating head. Door een mechanische constructie aan de achterkant genereren wij een bepaalde gap, een bepaalde vrije ruimte. De cirkel die u hier ziet is in feite de pijplaat die we hebben aan de achterkant. En we kunnen hier een cirkel nog weer binnen indenken, dat noemen wij de zogenaamde OTL. Die raakt in feite de buitenkant van de buitenste buis. En dat is een imaginaire cirkel, zeg maar, die ervoor zorgt dat wij een berekening kunnen uitvoeren zodat de C-stroom kan berekend worden en dan kan in feite middels alle andere stroomfracties kan er dus een B-stroom uiteindelijk ontwikkeld worden, waarbij dus de warmtewisselaar wordt berekend. Dus er gaat een portie af van de B-stroom gaat een portie af voor de A, de C. Dan hebben we ook nog te maken met
met de E en de F. De C-stroom die gaat in feite dus in de vrije ruimte om deze bundel heen. Dat kan u in feite zo bekijken. Dat gaat dus zo om die bundel heen. En als we een keerschot verderop zijn, dan gaat in feite de stroom weer naar beneden. Dat kunnen we opvangen door middels gebruik te maken van zogenaamde strips. Dat noemen we ceiling strips. En die ceiling strips die moeten altijd geplaatst worden tussen de bevel cuts. Dit noemen wij een bevel cut, de bevel afsnede. En aan de onderkant heb je ook weer zo'n bevel afsnij. De ceiling strips moeten altijd geplaatst worden tussen de beide bevel afsnijdingen. Dus we plaatsen hier eentje, we plaatsen hier eentje in het midden, dan nog eentje hier en dan nog eentje aan deze kant. En aan de overkant doen we exact hetzelfde, dus het wordt gewoon gespiegeld. We krijgen dus een serie ceiling strips op deze positie. We zien ook nog wel eens een strip aan deze positie, een beetje schuin onderin. Maar dat zijn geen ceiling strips, dat zijn zogenaamde sliding strips. Deze bundel is een removable bundel, noemen we dat. We kunnen de bundel eruit trekken. Als we even naar het vorige plaatje gaan, dan kan u zien dat als we deze flens openmaken, dan kan deze hoed eraf, zeg maar, de shell cover kan eraf. Dan is dus de splittering floating head is dus, en de floating head cover, die komen dan vrij. Dit kunnen we dan, de bouten kunnen we hier losmaken. Dan wordt de splittering, dat is een deelring, die wordt er op deze manier afgehaald. En dan is in feite de bundel vrij om te bewegen in de zin van voor bundelpooling. Want dan hebben we de channel er al afgehaald en dan is de bundel aan deze kant vrij en dan wordt de bundel aan deze kant eruit getrokken. Ik ga zo meteen hebben over de zogenaamde E-stroom. En dit plaatje dat geeft dat heel duidelijk aan waar de E-stroom, hoe de E-stroom acteert. Als we hier de oliekant hebben, dan is natuurlijk de gewenste... Het gewenste pad wat de olie moet afleggen, zal deze zigzagpatroon eigenlijk moeten volgen. Maar we weten nu al dat het niet gebeurt. We hebben dus die speling in de buizen en de beffelholes. Dus er gaat een gedeelte van deze oliestroom gaat in feite hier langs. En bij de volgende beffel gaat het gewoon daar langs. Dan met de B-stroom, dat gaat lekker door de bundel heen. En dat veroorzaakt dus een goede warmteoverdracht. De C-stroom doet in feite ook heel weinig. Tenzij we dat blokkeren met die ceiling strips. Maar die gaat in feite maar alleen maar om die bundel heen. Dus met de ceiling strips proberen we dus die stroom weer in de bundel te leiden. En dat het weer acteert als een B-stroom. Dus zo kunnen we de B-stroom in feite verhogen. Maar één stroom kunnen we niet... Of nauwelijks wat aan doen en dat is de zogenaamde E-stroom. De E-stroom manifesteert zich dat moleculen die vinden ook nog de ruimte hier en hier. U kan dat hier heel duidelijk zien. Dan een keerschot die heeft ook een bepaalde diameter. En we hebben te maken met een diameter van de mantel. De inwendige diameter van de mantel en de uitwendige diameter van het keerschot. En daar zit ook weer een verschil in. Een klein verschil waarbij dus de moleculen ook de weg van de minste weerstand gaan nemen. En dat gaan ze zeker doen. Want die moleculen beginnen hierboven in feite al. En die denken van ja, maar waarom moet ik nou deze hele weg afleggen? En dan kom ik uiteindelijk weer hier terecht. Maar het gaat voor mij veel gemakkelijker als ik gewoon even recht oversteek en dan ben ik er ook. Ja, die moleculen die vervolgen hun weg gewoon langs de wand. En die denken, ja, maar daar is ongeveer de uitgang. Nou, dan ga ik er daar pas uit en dan doen ze misschien ook dit stukje nog even mee. Maar we hebben natuurlijk een ronde mantel. Dus die E-stroom die zal zich manifesteren op ieder punt. Dus op ieder punt krijgen we dus een situatie dat de E-stroom in feite langs de mantelwand
richting de uitgang gaat. Nou, de E-stroom is verantwoordelijk voor het, zeg maar, het verlagen van de effectieve temperature difference. Temperature difference. Dat noemen ze ook wel de LMTD, de log mean temperature difference. Dat is, zeg maar, de driving force die nodig is voor ook om in feite de wisselaar te dimensioneren. Want de basisformule voor heat transfer bestaat uit een duty, een vermogen. Dat is gelijkgesteld aan het effectieve oppervlak wat is geïnstalleerd, maal de overall heat transfer coefficient. Dat wordt in de vaktermen ook wel naar de U verwezen. Maar in de oude literatuur ziet u ook wel eens een K-factor. En dan hebben we te maken met de delta T. En de formule bestaat dan uit Q is A maal U maal delta T. A is de oppervlak, U is de overall heat transfer coefficient. En delta T is de mean temperature difference. En die mean temperature difference, daar wordt dus een correctiefactor op gedaan. En dat heet zogenaamd de delta correctiefactor. En de delta correctiefactor is een functie van de E-stroom. Dus hoe hoger de percentage van de E-stroom is in de warmtewisselaar, des te groter wordt de, zeg maar, de correctiefactor delta. Als we geen correctiefactor hebben, of geen E-stroom hebben, dan is de correctiefactor 1. Gaat de E-stroom richting 20-30%, dan kan zo'n correctiefactor kan in feite naar punt 8 gaan. Dus de delta T wordt dan gecorrigeerd met een factor 0,8. Dat betekent, met hetzelfde vermogen, hetzelfde oppervlak, dan zal in feite de warmtewisselaar dus minder gaan doen. Dus als je dus een nieuw apparaat gaat ontwikkelen, dan, en je hebt te maken met veel E-stroom, dan moet je dus in feite meer oppervlak installeren. Dus het is een hele kwalijke lekkagestroom. Een ander mechanisch item wat een bypassstroom genereert, is de zogenaamde partition plate. De partition plate, zoals je dat hier ziet, is noodzakelijk om het aantal tube passes te kunnen maken. Nou, in dit geval hebben we twee tube passes, maar het kan noodzakelijk zijn dat wij vier passes of zes passes moeten maken om maar voldoende snelheid in de buis te krijgen om daar de warmteoverdracht zo hoog mogelijk te krijgen. Met in het oog houden natuurlijk de beschikbare drukval. Die partition plate, zoals u die hier ziet, die komt tegen de pijplaat aan. En daar waar die pijplaat raakt, zeg maar, daar kunnen we in feite, op die positie kunnen we geen buizen boren. Dus we krijgen in deze warmtewisselaar een gebied waar dus geen buizen zitten. En om dat aan te tonen, gaan we even weer terug naar het andere plaatje. En dan ziet u dus, hier hebben we dus ergens een partition plate zitten. En omdat die daar zit, kunnen we dus geen buizen maken. Maar de bundel zelf krijgt hier dus last van. Want de vloeistof die wil natuurlijk, ja, door die bundel heen. Maar die ziet dus in de bundel een vrije ruimte. En die vrije ruimte is natuurlijk interessant voor de moleculen. In de zin van dat is de weg van de minste weerstand. En dat gaat ook zeker gebeuren. Dus we krijgen een zogenaamde F-stream partition bypass. Dus deze stroom die wordt ontwikkeld omdat we een partition plate hebben. Die komt voort omdat wij de baffle cut in feite loodrecht hebben staan op de partition plate. En in HTRI-termen noemen ze dit een perpendicular systeem. Meestal zien we dat hier een nozzel zit van de mantel. En dan is deze situatie met de nozzel aan de bovenkant. En wij noemen dit dan een horizontale bevelafsnijding, horizontal bevel cut. Dan
als wij de partition plate zodanig geschakeld hebben, dan krijgen we dus hier de bypass stroom, F-stroom. Ook deze F-stroom kunnen we gedeeltelijk teniet doen door het implementeren van dummy tubes of seal strips. Een ander soort strips die we dus kunnen toevoegen in het midden, zodat dus de vloeistof, zodra die dus zo'n buis of zo'n dummy buis zien, dat ze uiteindelijk weer opzij worden gestuurd en in feite komen de moleculen komen dan weer ten goede aan de beesten. Dus u kan dat beïnvloeden. En HTRI heeft daar de mogelijkheden voor om zo'n bundel verder te optimaliseren. Nog even terugkomen op de E-stroom. Dit plaatje geeft wel heel duidelijk aan dat de ruimte tussen de keerschot en de Shell ID, dat natuurlijk een behoorlijke bypassstroom kan genereren. Deze methodiek wordt nog steeds gehandhaafd in de berekeningen van HTRI. We gaan even kijken naar een voorbeeld waarbij wij een F-stroom kunnen voorspellen. Ja dan nee. Wat ik al noemde, we hebben hier een situatie met een mantelzijdige aansluiting. We hebben een AES type, dus de split ring floating head. En hier ziet u nu de stippellijn, wat zogenaamd de OTL is. En de OTL wordt ook weergegeven in de berekening. Dus de OTL is een functie van de design pressure, van de ontwerpdruk, van de buiszijdige kant. De buiszijdige kant is verantwoordelijk voor de dikte van de flenzen. En uiteindelijk krijgen we dus een zodanige dikke flens die dus deze ruimte gaat genereren. En diametraal ziet u dat we hebben al sowieso 38 mm naar de 400 en het verschil tussen, daar komt nog eens 8 mm bij. Dus we hebben 46 mm diametrale speling. Dus we praten hier over 23 mm speling. Dus dat is ongeveer 1 inch. En dat is best groot, als u dat begrijpt. Dat is zo'n ruimte. En die ruimte is natuurlijk funest in de zin van dat we daar dus te maken hebben met een behoorlijke C-stroom. Die dus hier flink langs kan stromen. En daar kunnen we dus ceiling strips maken. En die er dus voor zorgen dat uiteindelijk de moleculen dus weer in de bundel gaan. Maar nu gaan we even kijken naar de F-stroom. We hebben te maken met 4 tube passes. Die zijn hier getekend. Dus de eerste tube pass, tweede tube pass, de derde en dit is de vierde tube pass. We hebben dus aan de buiszijdige in de channel krijgen we dus de partition plates, maar die partition plates zijn dus alleen maar aan de channelkant. De bundel zelf zal je dus observeren dat hier dus een behoorlijke lege ruimte ontstaat. En we hebben hier nou te maken met de zogenaamde horizontale bevel cut. En in HTRI termen noemen ze dat perpendicular. Dat betekent loodrecht. Het gaat namelijk om de positie van de centerline van deze nozzle, van deze aansluiting, die staat loodrecht op deze bevelafsnijding. Dus de benaming in HTRI wordt gebruikt perpendicular. Wat gebeurt er in feite nu met deze stroom? Dat de B-stroom, die zal dus uiteindelijk door deze wisselaar zo gaan bewegen, op en neer. En dan komen ze inderdaad in dit gebied. Maar omdat het gebied is waarbij de moleculen in feite alleen maar oversteken
van paas 1 naar paas 2 en vervolgens naar de andere paases. Ja, kan je dat in feite, gebeurt hier eigenlijk niet zoveel. De moleculen komen gewoon als B-stroom, gaan gewoon verder als B-stroom. We gaan hier niet ergens opzij met deze moleculen. Nee, de moleculen worden echt geforceerd om deze beweging te maken op en neer. Ja, en dan is er eigenlijk geen probleem met betrekking tot de F-stroom. De C-stroom heb ik net uitgelegd, daar is zeker een probleem en dat moet ondervangen worden. Maar qua F-stroom heeft deze bundel eigenlijk niet. Wat gaan we nu veranderen? We gaan nu de Bethel-positie gaan we dus niet horizontaal maken, maar verticaal. Ook de benaming hiervoor in HTW is veranderd. Dat was vroeger verticaal, maar dat heet nu parallel. Omdat wij nu parallel de stromingsrichting hebben van zoals de nozzle is gepositioneerd, met een ooghoudende Bethel-afsnijding. Dus deze twee lijnen lopen parallel. En dan gebeurt er in feite het volgende. Nu moet de vloeistof in feite heen en weer. Ja, en nu zien we al heel duidelijk dat als we hier een B-stroom hebben, ja, als in deze rij de B-stroom is, dan acteert de molecuul, en die zal op een gegeven ogenblik misschien de situatie zien dat hier een vrije ruimte is, en die zoekt die vrije ruimte op. En dan zou die dus in die vrije ruimte verder geen functie meer hebben. En dat is natuurlijk de F-stroom. Dus in deze wisselaar hebben we dus te maken met drie partition lanes. Dus 1, 2, 3. Die partition lanes die zijn in dit geval met deze Bethel-afsnijding, gaan die dus een F-stroom genereren. En je zal ook zien in de printouts van HTRI dat die F-stroom dus ook zichtbaar wordt. En navenant gaat dan de B-stroom naar beneden. En u weet nu, de B-stroom naar beneden, dan gaat dus in feite de warmteoverdracht naar beneden en de efficiëntie gaat naar beneden van de wisselaar. Dus we moeten of meer oppervlak toevoegen, of we moeten genoegen nemen dat de wisselaar minder vermogen gaat draaien. Wat we hier zien is, is de beide situaties nogmaals bekeken en dan met een HTRI-berekening. We hebben de situatie met de perpendiculaar Bethel-afsnijding en aan de andere kant hebben we de parallel uitvoering. En dan is het belangrijk om te zien de flow fractions zoals die worden uitgerekend in HTRI. En dan zien we dat deze wisselaar qua F-stroom geen F-stroom heeft, dus de fractie is dan 0. En gaan we nu kijken naar de fracties die kunnen ontstaan in de andere situatie, dan ziet u daar dat we een verhoging krijgen in de F-stroom. En navenant zien we dus dat de B-stroom daaronder leidt. Dus de B-stroom is hier boven de 40% en hier wordt de B-stroom gaat zelfs duikt onder de 30%. Ja, dat heeft te maken met dat resulteert in lagere warmteoverdracht. En dat resulteert dus in een bepaald overdesign of in dit geval een underdesign. Deze wisselaar is in een rating mode gemaakt. Dat betekent, wij hebben een bepaald proces hebben wij gekozen met een bepaalde doorvoer stromen voor de warme en de koude kant. We hebben een bepaalde geometrie tot onze beschikking en we vragen aan de computer, wat kan deze wisselaar nu doen? Nou, de berekening volgt hieruit. We hebben dus olie aan de mantelkant en water aan de tubekant. En als wij met de samenstelling dit doen, dan krijgen we het maken met de. Dan hebben we de.
even een kleine stop, hier moet even in gesneden worden. De olie bevindt zich aan de mantelkant en aan de buiskant bevindt zich water. En daar zijn bepaalde volumestromen zijn daar gehanteerd met bepaalde temperaturen. En wij laten dus in feite nu het programma een berekening uitvoeren op basis van beschikbare oppervlakken. En dan zien we dus dat deze wisselaar tekort komt. En een wisselaar die zal niet op deze manier acteren. Een wisselaar die acteert precies natuurlijk wat hij kan. En het resulteert natuurlijk dat de olie niet met 50 graden afloopt, maar met bijvoorbeeld 60 graden afloopt. Als we dezelfde flow vasthouden. En als we dezelfde flow als water beschikbaar houden, dan zal ook de watertemperatuur aan de uitlaat hoger worden. En dan hebben we in feite een situatie van 0%. En dat is precies wat de wisselaar zal gaan doen. En dat gaat resulteren in een lagere duty. Dus het model wat rechts is geprojecteerd, geeft alleen maar aan dat de wisselaar het nog slechter gaat doen. Omdat wij te maken hebben hier met een bepaalde F-stroom. Dus aan u de vraag. Heeft deze warmtewisselaar nu te maken met een F-stroom, ja of nee? Dus dit wordt een van de vragen die straks beantwoord moet gaan worden. De C-stroom die kan onderdrukt worden. En dat doen we middels van ceiling strips. Hier ziet u dat in de keerschotten ruimtes worden gesneden. En later komen dan in die ruimtes de zogenaamde strips. Die worden dan getagweld. En dan heb je in feite de C-stroom enigszins geëlimineerd. En dat komt dan weer ten goede van de B-stroom en de thermische efficiëntie. U begrijpt natuurlijk wel dat dit een vrij intensieve methode is voor de fabrikant. Om een bundel te bouwen. Dus we proberen de ceiling strips tot een minimum te beperken. Want het is allemaal handwerk. Dit wordt later allemaal ingesneden. Dus dat allemaal weer gelast. Dus daar zit aardig wat manuren in om dat te fabriceren. Maar dat hebben we alleen maar als we dus te maken hebben met een floating head of een splittering floating head. Als we meer naar de U-tubes gaan of vaste pijplaatconstructies, dan is die OTL, het verschil tussen de Shell ID en de OTL is vaak veel minder. En dan komen we vaak weg zonder ceiling strips. En dat maakt het ook interessant om vaker te kijken naar U-tubes. Naar fixed tube sheet ontwerpen. Omdat we dan de bundel ook veel voller kunnen vullen met buizen. De standaards die wij tot onze beschikking hebben voor het ontwikkelen van een specificatie voor Shell & Tube Heat Exchanges. Dan maken we gebruik van de thema. De API 660. Maar die vervalt langzamerhand steeds meer in de zogenaamde ISO 16812. En ik heb in het verleden meegewerkt aan de ontwikkeling van de ISO 16812. En er waren twee taskforces in de wereld. Eén zat in Amerika en een taskforce zat in Europa. Waarbij een vakspecialisten bij elkaar zijn geweest om deze ISO 16812 tot een goed einde te brengen. En nu is dat document beschikbaar. En als u dus een warmtewisselaar specificeert in een requisitie, dan is het zaak om deze 16812 aan te halen. En daar staan allerlei criteria in waarbij de fabrikant zich aan moet houden om een goede warmtewisselaar te maken.
thema is natuurlijk de Bijbel van de warmtewisselaars en van de basis rond warmtewisselaars. En daar staan ook talloze mechanische rekenvoorbeelden in en correlaties in die de fabrikant moet gebruiken om uiteindelijk de warmtewisselaar te kunnen bouwen. Ik kan het hele boek niet laten zien, maar het eerste bladzijde van het thema ziet er zo uit. En u zal zelf het thema in uw bibliotheek kunnen opvragen. En hij is ook elektronisch beschikbaar. En zodat u dat misschien op het netwerk kan zetten. En het website is www.thema.org. En daar vindt u alle informatie omtrent thema. Dan zijn er een belangrijk aantal textbooks beschikbaar. Wij noemen het Heat Exchange Design Handbook. Een vrij uitgebreide compilatie van diverse systemen op het gebied van warmtewisselaars. Is vergelijkbaar met het zogenaamde VDI Wermatlas. Daar staan ook meer rekenvoorbeelden in van hoe je warmtewisselaar kan uitrekenen, thermisch. En het Heat Exchange Design Handbook geeft ook praktische voorbeelden in welke, wat voor type warmtewisselaars er zijn en wat de voor- en nadelen zijn. Het is een vrij kostbaar boek, ook elektronisch beschikbaar. U moet ongeveer een prijs verwachten van rond de 5000 euro. Dan zijn er een aantal organisaties in de wereld die de heat transfer omarmd hebben en daar veel ontwikkeling in gedaan hebben, research and development. En de eerste die ik al heb genoemd is HTRI en die zit in Amerika. Deze groep is ontwikkeld in de jaren 60 uit een groep van eindgebruikers, gebruikers zoals Shell, ExxonMobil, die hadden problemen met het uitrekenen van bepaalde wisselaars. Dat ging destijds om thermosifon warmtewisselaar, thermosifon reboilers. Dat was best lastig om dit soort wisselaars te calculeren. En daar was dus de behoefte om dat te automatiseren. Dus voordat je dat kan automatiseren, zijn er een talloze testen gedaan. Dus er was een testunit opgezet waarbij dus de thermosifon was geïnstalleerd en daar zijn allerlei metingen aan verricht. En aan de hand van die metingen zijn al die resultaten zijn dus gecompileerd en geëvalueerd. En zijn correlaties zijn daaruit ontwikkeld en die correlaties die vinden we weer terug in software die wij heden ten dagen gebruiken. En dat was zeg maar de aanzet om het proces van heat exchange design verder te optimaliseren. Ja, nu rekenen we alles uit middels een laptop, maar dat ging in de beginjaren natuurlijk op een andere manier. Dat was allemaal met de hand uitrekenen. Dus met rekenlineaal moesten nog heel wat dingen uitgerekend worden. Ingewikkelde formules waren daarvoor gemaakt. En ja, dat is later allemaal verder geautomatiseerd. En nu kunnen we deze systemen vrij snel doorrekenen. Een andere groep die zit in Engeland, dat is HTFS. Dat valt nu onder Aspen. En die hebben ook in het verleden heel veel research en development gedaan. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat HTRI ook gedaan heeft. En die zijn in feite ook parallel met dit soort zaken bezig geweest. Hebben ook software ontwikkeld en die software die is nu ook geïntegreerd in het Aspen-modellen. En dan noemen wij bijvoorbeeld Task of Ecol. Dat zijn programma's die je later ook weer terugziet in dit soort processimulatiepakket. Dan hebben we in Engeland nog de organisatie ESDU, Engineering Science Data Units. Dat is wat meer algemeen op het gebied van heat transfer, maar zij hebben ook onderzoek gedaan naar
aeronautics en ja, ook voor de luchtvaart zijn daar bepaalde metingen en publicaties voor gemaakt. En hebben ook software ontwikkeld, ook voor heat transfer. En een gedeelte van deze SDU-simulaties zijn nu ook weer samengegaan met de H-theorie. Dus op het gebied van vervuiling, bundelvervuiling, heeft ook de SDU heel veel onderzoek gedaan en heeft daar ook fouling-modellen voor ontwikkeld. En die zijn nu ook geadopteerd in de H-theorie-software. Dus als u meer informatie over heat transfer zoekt, dan zijn dit of de boeken of de organisaties waar u dat kan vinden. Bijvoorbeeld als u lid bent van H-theorie, dan heeft u ook toegang tot de zogenaamde reportboeken, waarin uitgebreid staat vermeld hoe men tot bepaalde correlaties is gekomen. Een complete uitleg over bepaalde type warmtewisselers, valfilmverdampers of refluxcondensers of tubevibratie. Dat wordt helemaal uitgelegd in bepaalde rapporten. U moet dan wel een bepaald lidmaatschap hebben, een bepaalde gradatie. Als u een begingradatie heeft, dan heeft u vaak nog geen toegang tot de reportboeken, maar mocht u een tot level 5 behoren, level 4, dan heeft u al heel snel toegang tot dit soort documentatie. Maar goed, dat zijn situaties, dat zal u op de website van HTRI kunnen terugvinden. De website van HTRI is www.htri.net. Gaan we nu even kijken naar het thema. Dan ziet u, als wij het boek openslaan, dat het thema is onderverdeeld in een aantal klassen. En er is een klas R, een klas C en een klas B. En deze hoofdstukken die worden dan in feite ingedeeld zodanig dat of het is applicable, zeg maar, voor een bepaalde applicatie. Nou, als we een klas R bekijken, dan is dat vaak een refinery of in de petroleumindustrie. Daar hanteren ze vaak hele strenge eisen. Dus als je een warmtewisselaar maakt volgens klasse R, nou, dan krijg je dus te maken met de meest conservatieve opbouw van een warmtewisselaar. Dus dat resulteert vaak in een wat dikkere keerschot. Toleranties zijn anders. Dus we krijgen te maken met een wat robuustere uitvoering van de wisselaar. Omdat die dus ook na vernaamd in een kritisch proces wordt ingezet. Gaan we naar een proces wat niet zo kritisch is. Bijvoorbeeld een aircompressor cooler waar we gewoon lucht en water hebben. Dan is dat natuurlijk een vrij eenvoudige applicatie. En dan zou je dus kunnen overwegen door klas C te noemen. Dus de warmtewisselaar moet dan gebouwd worden volgens klas C. Nou, dan kan de fabrikant dat terugvinden in het themaboek. Die zegt van oké, dan zijn deze paragrafen zijn applicable voor klas C. En dat betekent, we kunnen ietsje dunner bouwen, dus dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Dus in principe zal er een prijsverschil terug te vinden zijn tussen klas R en klas C, in het voordeel van klas C. En dan voor klas B hebben we er te maken als we een chemisch proces hebben. Dus dan zou je dus nog de B-classificatie terug kunnen vinden in het themaboek. En na vernaamd zien we daar ook weer bepaalde diktes in voorkomen die je moet hanteren wanneer het dus een chemisch proces behelst. Nou, 9 van de 10 keer wordt gewoon een thema R gekozen. Men gaat vaak voor de robuuste uitvoering. En zo kennen we ook de Shell & Tube. Het is een betrouwbare wisselaar. En voldoet op die manier.
thema is in het leven geroepen om wat meer standaardisatie te krijgen. Dat was natuurlijk een ratje toe in de beginjaren. Iedereen die kon maar bouwen wat hij wou. En dat was ook lastig voor de fabrikant, want de fabrikant was nu gewend aan het bouwen van een wisselaar op deze manier. En de andere fabrikant die was gewend om het op die manier te bouwen. En die groep van warmtewisselaarbouwers, die hebben hebben de koppen bij elkaar gestoken. Die hebben gezegd, nou weet je, we maken er gewoon één standaard van. En die standaard, daar gaan we dus mee werken. Dan weet ook iedere fabrikant, die weet precies wat hij dan moet doen. Dat zijn in feite de spelregels. Maar voor degene die het koopt, is het ook heel handig. Want je kan natuurlijk naar zo'n standaard verwijzen. En dan zeggen van, nou, ik wil zo'n warmtewisselaar en die moet voldoen aan het thema. En dan is in feite daarmee de zaak afgekaart. En de fabrikant die is volledig bekend met dit boek. En die moet voldoen aan dat boek. En dan is het voor iedereen duidelijk. Als je dus ook uitgaat voor quotation, voor prijsaanvragen, krijg je dus van alle fabrikanten dezelfde. Ja, die moeten dus bieden op hetzelfde product. Dus je krijgt ook niet dat daar vreemde ontwerpen ineens tussendoor komen, waarbij je dus geen grip meer hebt op de prijsstelling. Dus dat maakt het voor alle partijen heel gemakkelijk. Ik heb al genoemd minimum requirements, dus dat heeft te maken met bepaalde wanddiktes, bij bepaalde drukken, drukklasses. Zijn er bepaalde wanddiktes, worden daarvoor gestandardiseerd. Het thema type identificatie, daar zal ik zo meteen een plaatje van laten zien hoe dat werkt. We hebben al een eerste plaatje gezien van een AES, de splittering floating head. Nou, dat is al een voorbeeld van zo'n type wisselaar. En de wanddiktes, ja, een keerschot kan een bepaalde wanddikte hebben. Buizen hebben bepaalde wanddiktes, dat moet allemaal voldoen aan bepaalde drukken. En het thema geeft ook richtlijnen aan, bij zo'n druk moet je in ieder geval zo'n wanddikte gebruiken. Dan geeft het ook bepaalde adviezen voor corrosie. Dat is natuurlijk wel vaak de eindgebruiker die precies weet wat voor medium door zo'n wisselaar gaat en kan daar dus op inspelen. Samen met zijn materiaalspecialist kan er gekeken worden of er bepaalde corrosie allowance toeslag, zeg maar, toegepast moet worden. En dat wordt bij het begin wordt dat meegenomen. Dus als je bijvoorbeeld koolstofstalen uitvoering hebt, zeg je oké, nou ik wil dat de corrosietoeslag is 3 mm. Want zo'n wisselaar die gaat makkelijk, zeg maar de buitenkant van de wisselaar, gewoon de mantel, die kan zeker 40 jaar mee. De bundel gaat vaak minder lang mee, omdat we daar natuurlijk andere zaken hebben die veroorzaken dat zo'n bundel wel eens eerder kapot gaat. En daar heb je natuurlijk te maken met dunne buisjes. En zo'n buisje is natuurlijk wel gevoelig voor het een en ander en zal dus een keer wat vaker vervangen moeten worden. Er zijn situaties bekend dat een bundel om de 6 maanden vervangen moet worden. Maar er zijn ook situaties dat een bundel pas om de 10 jaar vervangen hoeft te worden. Dat is net maar hoe agressief dat procesmedium inwerkt op het materiaal. En daarvoor is natuurlijk materiaalspecificatie een erg belangrijke factor. Dus voordat je een warmtewisselaar met een warmtewisselaarontwerp bezig gaat, is het wel zaak dat de materiaalselectie al is gedaan. En het kan best zijn dat, dat is ook met name welk type en aan welke kant zet ik nu welke vloeistof of welk gas. Zet ik het aan de mantelkant, zet ik het aan de buiszijdige kant. Dat zijn allemaal overwegingen gebaseerd ook op de materiaalselectie. Ik kan je voorstellen, heb je een agressief medium. Wat het materiaal kan opeten,
kan corroderen, dan zou je dus gaan kiezen om dat materiaal in te zetten aan de buiszijdige kant. Dan als je bijvoorbeeld dat moet koelen met gewoon koeltorenwater, dan kan de mantel in principe gewoon van koolstofstaal gemaakt worden, want daar beweegt het water zich dan. Aan de binnenkant heb je dan de buizen van een hoogwaardig materiaal, een stenen stiel, dat is vaak kostbaar. En dan heb je alleen maar de channel in feite van stenen stiel en de buizen van stenen stiel. Maar de mantel en de rest is allemaal koolstofstaal. En dat is een economische afweging, ook als je dus een thermisch ontwerp maakt. Maar daar komen we ook verder op terug, wat er nog veel meer aan criteria zijn. Ja, ook er wordt een uitspraak gedaan over flange joint constructies. Hebben we bijvoorbeeld een pakking die ingesloten wordt, of wordt de pakking gehanteerd met zogenaamde flat face. Dus dan komt de pakking gewoon tussen de flat faces van de flensen in. Nou, op die manier geeft Thema daar ook voorbeelden voor. In welke toepassing je de confined of de unconfined joints moet toepassen. Een ander belangrijk aspect in de buizen-rondwarmtewisselaars is de pijp-pijplaatverbinding, ook wel de tube-to-tube sheet connectie genoemd. Dat is eigenlijk toch nog een heet hangijzer voor mechanisch ontwerp. En daar is heel belangrijk dat je daar de juiste verbinding kiest. Dus hebben we te maken met een zeer gevaarlijk goedje, met hoge druk bijvoorbeeld en agressief medium, dan moet die pijp-pijplaatverbinding natuurlijk bijzonder goed uitgevoerd worden.